in het Poëziecentrum in Gent kan je vanaf vandaag terecht voor een poëzie-rendezvous. Eén keer per maand hebben ze een dichter op bezoek die over zijn of haar oeuvre komt vertellen en ook komt voorlezen uit recent werk. Dichter Jan van Riet mocht vandaag de spits afbijten. Eén keer per maand, telkens op woensdagmiddag, verzamelen poëzieliefhebbers allerhande op de zolder van het Gentse Poëziecentrum aan de Vrijdagmarkt. Eén dichter stelt er een uur lang recent werk voor en vertelt erover zijn of haar oeuvre. Een poëzierendezvous dat je erg letterlijk mag nemen. Poëzierendezvous, dat betekent dat de mensen gewoon eigenlijk aanschuiven. Ze hebben als het ware een ontmoeting met de dichter. Ze kunnen vragen stellen, ze kunnen achteraf een bundel aankopen, laten signeren, achteraf nog wat vragen stellen, dat gebeurt ook heel vaak. Dus het is inderdaad, dat rendezvous wijst eigenlijk echt wel op die intieme setting, de dichter ontmoeten op een heel laagdrempelige manier. Jan van Riet mocht vanmiddag als eerste de spits afbijten. Naast de dichter is hij ook schilder, graficus en illustrator. Schrijven doet hij tussendoor en in 2012 verscheen zijn laatste werk, Leegstand. Een bundel die volgens Van Riet draait om schoonheid en om afscheid nemen. Ineens een wolk, veeg je dun porselein naast de kale berg. Als een zeppeling verankerd aan masten van ceder. Vogels dommelend in de droge wind. Hazelnoot en vanille uit de woestijn. Teder het perfecte blauw. Maar de angsthaas heeft de krant gelezen. Er is met melk geknoeid. In het dorp kraakt de luidspreker van een omroepwagen. De leeuwentemmer plakt affiches. Ik denk dat dat een bundel is die nogal een maatschappijbeeld weergeeft. Dus ik ga niet zeggen dat het een politieke bundel is, maar het is wel een geëngageerde bundel. Het is een beeld van de maatschappij dat ik niet zo fraai vind. En dat heb ik weergegeven in Leegstand. De komende maanden zullen onder meer Menno Wichman en Jo Giesekin hun opwachting maken in Gent. De toegang is gratis en een van de aanwezigen maakt zelfs kans op een gratis dichtbundel.